Ik was laatst bij in Schiedam, een grote groep, op verzoek van de wethouder, groep 8 leerlingen. En als ik dan weer vraag, van wie van jullie hebben wel eens wat gedronken, heeft een relatie met sport te maken? Er gaan toch heel veel vingertjes omhoog. 80%, wat me verbaast, zijn de kinderen van 12. En als je dan vraagt aan die kinderen, dus vanuit mijn kant als dokter, van hoe kom je er dan aan? Ja, wij waren kampioen geworden. En dan denk je, ja, het kwartje is nog niet gevallen. En dat is nog bij de vrijwilliger, nog bij de ouder, toch bij het jeugdbestuur, bij wijze van spreken. En daarvoor is de basis van het project ook om dat dan te gaan verbeteren. En er zijn plannen om bijvoorbeeld zaterdag de jeugd te laten spelen en geen druppel alcohol te schenken. Alleen zondag, bij wijze van spreken. Maar het enige wat ik wel, vaak wel de sport meegeef, is dat ze toch nog beter hun best moeten doen. Ook vanuit de bonden zelf, vind ik. En dat zeg ik ze ook, omdat ik met enige regelmaat bij het ministerie kom. En het ministerie zegt, en ook bij fracties, denk ik. Ik kom eens een maand in de Tweede Kamer. Die zeggen, als het over 2, 3 jaar niet geregeld is, dan komt er waarschijnlijk een wetgeving. Maar als je, onafhankelijk welke club je bent, dan mag je geen alcohol meer verkopen in een sportclub. En dan is het een probleem, want een deel van de omzet is daarvan afhankelijk. En ik heb wel een beetje een 1938 gevoel, in de zin van, ik zie dat het misgaat, ja, al die data lever ik, ik geef ze tips en ze doen ook wel hun best, maar de vraag is nog te gering vanuit de sportwereld, hoe gaan we dat echt aanpakken? En de donderwolken zie ik al boven die clubs hangen, terwijl ze zelf nog niet realiseren.